Is de grootste revolutie ooit in de auto-industrie. De elektrische auto. Zonder uitlaatgassen en met fantastische acceleratie. Ze worden al massaal geproduceerd door verschillende automerken. Op dit moment worden er fabrieken gebouwd door alle grote autofabrikanten. En als consument zie je dus ook steeds nieuwe modellen elektrische auto's op de markt komen. En wij verwachten dat het toch vrij rap zal gaan met een groot aantal elektrische auto's. En ja, die kunnen alleen maar rondrijden als ze kunnen opladen onderweg. De snellader en auto's die in korte tijd opgeladen kunnen worden zijn dé technologische doorbraak. De elektrische auto kan nu vrijheid krijgen. Het plan van Fastned is eigenlijk om die vrijheid, zeg maar die technologische vrijheid, om die naar de consument te brengen. Door het plaatsen van honderden laadstations door Nederland. Tot nu toe kwam een landelijk dekkend netwerk niet van de grond. Er werden businessplannen gemaakt, er werd bekeken hoe dat technisch in elkaar zou zitten. Maar de hamvraag bleef, waarom zou je nou een netwerk van laadstations uitrollen? Op het moment dat er gewoon heel weinig elektrische auto's zijn, dan kan dat netwerk zichzelf nooit bedruipen. Dus de vraag bleef, ja, het is een soort kip en ei. Waarom doe je dit nu? Ja, mijn antwoord was eigenlijk heel helder. Je moet een dekkend netwerk hebben. Dat mensen het vertrouwen hebben dat ze kunnen rondrijden. Ja, dan durven mensen pas in de elektrische auto te stappen. En dan gaat het hele spelletje lopen. Ja, je moet de beste locaties te pakken krijgen. Een retailer begint als hij een netwerk van winkels uit wil rollen altijd met locatie, locatie, locatie. Het is eigenlijk toch niet anders dan een benzinestation. Je moet op de goede locatie staan waar mensen langsrijden en de behoefte hebben om onderweg op te laden. En op een of andere manier denkt niemand daar nog aan of niemand is er nog mee bezig. En dat is de reden om het juist wel te doen. Het begon er eigenlijk mee dat je naar de kaart van Nederland kijkt en denkt, wat zijn de locaties waar ze vaak komen tanken? Nou, dat blijken de locaties langs de snelweg te zijn. Dat zijn de locaties waar veruit de meeste mensen langskomen. En dat zijn dus de beste locaties. Het tweede was eigenlijk dat, ja, wil je overal door heel Nederland kunnen rijden met je elektrische auto, dan moet je een landelijk dekkend netwerk hebben. En dat betekent dat je heel wijd verspreid honderden locaties nodig hebt. Nou, als derde, als je honderden locaties nodig hebt en je gaat met heel veel verschillende partijen onderhandelen, dat werkt niet. Dus je hebt één landlord nodig die jou alle locaties biedt. Dat hebben we uiteindelijk gevonden, dat bleek Rijkswaterstaat te zijn. Rijkswaterstaat is eigenaar van alle 245 tanklocaties langs de snelweg. Maar er was één belangrijk probleem. Volgens de wet mocht er alleen een benzinestation en wegrestaurant staan. Ja, we hebben toen heel duidelijk laten blijken dat wij heel serieus waren in het plan. Dat we echt heel graag een landelijk dekkend netwerk willen neerleggen. Op honderden locaties laadstations willen bouwen. En uiteindelijk is Rijkswaterstaat ook voor een overstag gegaan. Ze hebben gezegd, nou, dit is heel belangrijk. We willen dat die laadstations er komen. En zij zijn dus de wet gaan wijzigen daarvoor. De overheid startte een publieke inschrijvingsprocedure om vast te leggen wie de komende 15 jaar het recht heeft op laadstations langs de snelweg. We hebben op de vrijdag voor Koninginnedag, ik weet het nog heel goed, hebben we in Den Haag gezeten bij Pels Rijken, bij de landsadvocaat, bij de notaris. En die had een groot koekblik en er gingen de loodjes in en die schudden met het blik en werden de loodjes getrokken. En zo is het verdeeld. Dat was zeker spannend, want die aankondiging was natuurlijk op radio, tv. Dus we hadden verwacht, elektrisch rijden is de toekomst. Er zijn heel veel partijen die zich gaan inschrijven en dan komen wij niet aan een landelijk dekkend netwerk. Maar het tegendeel bleek voor Fastned gelukkig waar. Uiteindelijk waren er in 2011 blijkbaar nog niet zoveel mensen die geloofden in de toekomst van een elektrische auto.
En in totaal kon Fastnet 200 locaties bemachtigen van de 2500. Het is een enorme berg werk, want ik heb het laatst eens opgeschreven en je kan je eigenlijk niet voorstellen hoeveel werk er verzet is. En bijvoorbeeld een groot deel is vergunningen. Wij dachten van, is dat niet simpeler te doen, is dat niet in te korten? Nou, ons werd vrij snel duidelijk, nee, je moet door alle procedures heen. Dus er moesten bouwtekeningen gemaakt worden. Er moest overlegd worden waar het station moest komen te staan op locatie. Er moesten verkeersplannen gemaakt worden. Alle locaties moesten bezocht worden. Simpel gezegd meer dan duizenden bouwtekeningen. 50.000 kilometer rijden door het land. Gesprekken met meer dan 17 wegendistricten. Ga maar naar een heel langdurig proces. Fastnet heeft dus al ruim 200 locaties voor het bouwen van een laadstation. Hiermee krijgt Nederland een landelijk dekkend netwerk en zal elke week ergens in het land een nieuw station openen. De afgelopen 2 jaar heeft het Fastnet-team keihard gewerkt. Ze hebben echt alles gedaan wat nodig is om zoveel mogelijk vergunningen klaar te leggen. Het hele bouwproces te optimaliseren. Het is helemaal klaargezet om een rollout te beginnen. Ja, dit is de oplossing. Het kip-en-ei-probleem wordt opgelost. Je kan nu gaan opladen langs de weg. En je krijgt nu dezelfde vrijheid die je in je benzineauto hebt. Je kan in je elektrische auto ook het hele land doen. Dit is het moment waarop we klaar zijn om Nederland elektrisch te gaan laten rijden. De elektrische rijder krijgt nu echt vrijheid.